X haalt uit naar Roy Donders, hij is een ander persoon. X realitiester Roy Donders, die nog altijd vurig hoopt op een grote tv-comeback, krijgt in de nieuwe editie van Weekblad Weekend even een paar flinke uithalen van zijn ex-liefje, Marvin Ophef, Ophof. Tilburger Rocke verscheen laatst in SBS 6 dating zo lang leven de liefde. Tot groot ongenoegen van Marvin, die nu een zure tirade afsteekt in Weekend. In Lang Levende Liefde had hij het al gelijk over kinderen, met iemand die hij net kent. Dat is toch raar? Wij hebben het er wel eens over gehad, maar pas na 3 jaar relatie. Punt boze ex Marvin kennen we nog van Ross Ray Alive Soap Stylist van het Zuiden. Wat hij in Lang Levende Liefde zag, vond hij ongezond. Toen ik het op tv zag, dacht ik, nou, jij bent lekker bezig, tijdens je eerste date al praten over een kinderwens. Dat is niet gezond. Daarnaast wist Marvin van niets. Dat kan er ook nog wel bij. Roy en ik hebben bijna iedere week contact met elkaar, maar hij heeft niet gesproken over zijn deelname aan het datingprogramma. Punt aandachttrekkerij. Punt al met al vindt Marvin Ross deelname aan de dating zo. Hij vond er overigens geen nieuwe liefde, geen goede keuze. Je zet jezelf dan toch in een soort etalage, redeneert hij. Bovendien heeft zijn blind date zichzelf ook opgegeven via de tv. Dan ben je in mijn ogen vooral daarmee bezig, in plaats van met de ware te vinden. Punt nieuwe look. Punt sinds enige tijd gaat Roy met een flitsende nieuwe look door het leven. Een stijl die niet bij iedereen in de smaak valt. En, je raadt het al, zo ook niet bij Marvin. Afschuwelijk. Dat vinden overigens veel meer mensen. Ik heb Roy er al een paar keer over aangesproken, ik vind dat hij aan het verslonzen is. Dit is niet meer de Roy die ik ken. Sterker nog, Marvin ziet zelfs een ander persoon. Hij zegt dat hij gewoon een andere look wilde, maar het zou ook zomaar kunnen dat hij zijn identiteit een beetje is kwijtgeraakt. Je vraagt je wel af waarom Marvin toch zo losgaat op Roy. Hij is immers zelf alweer enige tijd gelukkig met een nieuwe liefde. Een echte man, zo klinkt het. Mijn vriend is een mannelijke jongen, dat vind ik heel fijn. Roy is best wel vrouwelijk en dat wil ik liever niet meer. Dan kun je net zo goed een relatie met een vrouw beginnen. Punt nou, lang leven de liefde, zullen we maar zeggen.